Ja, dat is mijn oudste broer Hans, die is al overleden. Dat kon ik wel eens zijn. Ja, ja. Ja, ik denk dat ik dat. Ja, dat ben ik. Ja. Tenminste, nee. Nee. Ik weet het nog niet zeker. Ik geloof, het eerste filmpje is het grootste gedeelte aan Hans gewijd. Nou ja. En ik kwam 3 jaar later. Ja. Dus toen, even nadenken, waar zou dit geweest kunnen zijn? In het tuinhuis. Of het is in aangesloten opgenomen, waar ik geboren ben. Ja. Nou, dat komt straks. Oh ja, zo zat Hans altijd. En daardoor is hij altijd ongelukkig blijven lopen. Hij zat altijd met zijn beentjes naar buiten. Ja. En daardoor is hij altijd zo met die slingerbenen blijven lopen, zijn hele leven lang. Typisch, ja, nou kan dat weet ik zeker dat het Hans is. Nou, dit is het tuinhuisje. En dat hebben we mee naar Almelo genomen. Ja. Mijn ouders. Maar ik denk dat dit nog in haar oud is. Ja, dit moet Hans zijn. Reuze verwend natuurlijk, 3 jaar lang alleen. Ja. Er zit weinig actie in, hè? Ja. Vader was geen echte goede regisseur. Want, nou, steeds maar hetzelfde object in beeld. Dat, nou, die hond ken ik niet. Nee. Kan ik me niks van herinneren. Ja, dat moet aangesloten geweest zijn, hoewel ik het zelf nooit gezien heb, ook niet in werkelijkheid. Want toen ik een half jaar was, ja, toen had mijn vader nog een oude Citroën. Ja. En dit is aangesloten in 1938. En daar kom ik waarschijnlijk voor het eerst naar buiten. Ja. Toen ben ik geboren. Ja, dat moet ik zijn, dat kan niet anders. Wat een jurk had ik aan, hè? Ja, prachtig. Nou ja, dan zullen we de verhuizing namelijk ook wel te zien krijgen na Almelo. Ja. Nou, dat was mijn moeder. Ja. Moeder was een mooie vrouw toen ze jong was. Ja. En mijn vader, die krijg je bijna nooit te zien. Nee. Die was altijd aan het filmen. Ja, toen hadden ze nog geen planters. Ging met gewone luiers. Goh. En
nou 65 jaar later zie ik mezelf. Het is onvoorstelbaar eigenlijk, hè? Ja, wonderlijk, hè? Heb jij ook nog films van toen je zo klein was, van jezelf? Nee. Nee? Nee, dus ja, ik krijg het niet helemaal goed. De zon of zo, nee. Ja. Die stukjes die kun je later misschien wel uithalen. Ja. Dat was een kinderwagen met een opvouwbare kap. Ja, ja. Wat een wonder eigenlijk, ja. Zo klein begonnen. Ik ga nog even kijken wat ik dan niet anders kan krijgen. Nou, dit is toch. Dat is misschien wat over de licht. Nou, dit is een slecht stukje, dit. Ja. Ja, dat kan ook niet zo doen. Ik krijg het niet beter, hè? Wat maakt het nou voor verschil dat je nou de zaak dichter bij elkaar hebt gezet? Nou, dat hij meer licht geeft, hè? Dat het beeld wat minder donker is. Hier zie je toch waar, niet te donker. Maar daar lijkt de contrasten zijn te groot, dus wat ik. Ja? Dat pakte niet uit, maar daar is het. Dat is het nadeel van amateurcamera's. Er zit maar één chip in, en er moeten er drie in zitten om het helemaal te kunnen overbruggen. Daar heb je professionele. Kijk, normaal heb je dat die grote contrasten niet zo. Nee. Maar gewoon licht, maar dit is. Ja. Hij was met een ballon aan het spelen en dat is geknapt. Oh.
Ja, ze hebben heel wat te stellen gehad met Hans. Ja? Nou, God. Toen hij op school ging ook niet, dan moest hij naar de kostschool. Daar waren mij alles nogal makkelijk mee. Ja. Sint Louis in Amersfoort, ik weet niet of je dat wilt zeggen. Nee. Nou ja, en nou, toen is die, ja, de HBS, daar was zijn IQ te laag voor, dus toen is hij naar de MULO gegaan. Ja. Dat heeft hij wel afgemaakt. Ja. Oh, dit is aan zee, denk ik. Ja. Nou, en toen is die, wou die bij de marine. Ja. En dat heeft hij, daar kon hij ook niet bij werken. Nee. Het was te harde omgeving voor hem. Ja. Hij was waarschijnlijk erg kwetsbaar. Ja. Nou, en uiteindelijk is ze bij de luchtmacht terechtgekomen en daar is hij zijn hele leven gebleven. Ja. Maar dit is dus of in 1937 of in 1938 opgenomen, vlak voor de oorlog. Ja. En mijn moeder was heel erg bang, de wereld leefde toen in angst voor Hitler met zijn dreigende taal. Ja. En dat dorp, die praktijk, die bracht er weinig op om een gezin van te onderhouden. Ja. Mijn moeder, mijn vader verdiende daar niet veel. Ja. Ja, zo is het mij altijd verteld hoor. Ja. Toen konden ze dus in Almelo een praktijk overnemen. Ja. En zo ben ik dus, toen ik een half jaar oud was, verhuisd. Ja. Dus van Aaksloot weet ik niks meer vanaf. Nee. Een draaimolen met echte fietsen. Ja. Nou, zo'n attractie zou ik nou niet meer doen. Oh, het reuzenrad. Maar een kleintje, hè? Nou, dat is daar in dat dorp. Dat is een heel arm dorp. Ah. Aangesloot. Agrarisch. Oh, nog een echte koets met een, zeker een begrafenis of zo. Die beelden die heb ik nog nooit eerder gezien, deze beelden. Maar ja, het filmpje afdraaien is veel mooier dan dat je het hierop krijgt, hè? Ja? Ja, dat is niet. Nee, dus het uiteindelijke resultaat. Nee, dat valt echt mee. En dit is het maximum wat je eruit kunt halen. Tot nu toe wel, ja. Ik ga niet weten hoe ik het nog anders moet doen. Ja. Maar ik weet niet of Felix dit nou wel zo interessant vindt, ja? Nee, die moet je fragmenten laten zien. Dat moet maar een, ja. Waar is dit nou? Nou, dit is niet een Almelo in elk geval. Dus het Alkmaar meer. Ja.
Nou, dat is de, dus de dochterswoning daar, ja. Net zoiets als in Beerta, zou ik maar zeggen. Ja, ja. Oh, er stond A.F. van Vught in Spiegelbeeld. Ja, dat kun je dan zien, hè? Daar kun je het dan zien. Ja. Nou ja, misschien is er wel een andere reden geweest hoor, dat mijn ouders daar weg zijn gegaan. Ja. Het is nooit meer te achterhalen, want ja. Met mijn zus heb ik ook geen contact. En die weet het trouwens ook niet. Ja. Nou, en mijn jongste zoon helemaal niet. Ja. Nee, er zijn veel dingen verzwegen. Ja, jammer hè. Wat wij niet mochten weten. Ook die studentenfeestjes van mijn vader. Mijn vader die lustte er nog wel eens eentje. Ja, ja, ja. Ja, vaste begrafenis. Ja. Wat een antieke auto. Ja. Smalle straatjes. Nou, dit zou allemaal al kunnen zijn. Aan het grasveldje te zien. Ja. Maar ja. Dat tegenpad zegt me weer niks. Dat is een zus van mijn moeder. Ja. Tante Mies. Wat moet jij weten? Ja, dat ben ik. Ik begin er toch al steeds meer op te lijken. Ja, die kleine kinderen moeten veel slapen, hè? Ja. Maar heb je ook op die andere films, had Felix zelf op, toen hij klein was, of niet? Nee, van Felix heb ik niks. Oh. Nee, dit zijn films van toen wij wat groter waren. Ja, ja. Dennis, 1950 is dit. Ja. Nee, het is heel onbevredigend hoor, dat ik hier ook krijg. Ja. Nou, misschien moet je het grootste gedeelte weglaten van. Ja, maar... Dat je er alleen een paar goede stukjes uit haalt, kan het niet. Ja, er zijn niet zoveel goede stukjes van heen en weer, weet je wel. Ja. Ja. Maar dat is... die oom, die heette Van Oppen. Ja. Die woonde in Limmen. Daar had hij een huisartsenpraktijk met een apothekerhuis. Ja, ze wisten wel dat ze bij de elite horen hoor. Ja, ja, ja. Maar ze zeer van bewust. Ja. Die heeft ook al lang niet meer.
gewoon mijn moeder wel zijn. Komt me allemaal heel erg onbekend voor. Geen idee waar dat is. Ja. Ja, dus dan zou mijn vader wel weer staan te filmen nu. Ja. Want dan zie je hem niet meer. Nee. Ja, dat is hem. Ja, dat is mijn vader. Ja. Ja, dat is mijn vader. Altijd een beetje verzet iemand. Ja. Ja. Moet je handen voor houden, joh. Niet handen voor houden, dan komt de hand erop. Oh. Ja, dat is tante van me, tante Nel en oom Wim. En oom Wim, die was bij de PTT, bij de posterij en had een baan. En die is toen de enige van de familie die in de fout is gegaan in de oorlog. Ja. Die is lid van de NSB geworden. Hm? Ja, en toen hij eenmaal in de gaten kreeg dat het helemaal de verkeerde kant uit ging. En toen kon hij niet meer terug. Ja. En die heeft toen een hele lange periode van armoede gekend. Ja. En toch is het later weer helemaal goed gekomen. Want toen hebben ze een drogisterij in Moordrecht. Ja. En die is toen helemaal uitgegroeid. Huh? Ik geloof dat dit in Oud-Beierland is. Zo'n idee van hoor. Of, ja. Maar ja, dat is niet zeker. Oh, wat was mijn moeder toen nog jong, hè? Dit is mijn moeder. Nou lijkt het wel veel daar scherper is dan daar. Ja. Toch een verbetering. Ja. Hè? Die man heeft van die buurman zo'n feestje terug. Ja. Pindas. Die vader? Ja, die dikke. Sigaren, roken, wijn drinken. Is dat je moeder? Nee, dat is mijn tante Nel. Dat was heel lief mens.
toen waren ze echt nog in de verliefde periode, want toen hadden ze nog geen kinderen. Want ik heb mijn moeder nog nooit zo'n raar zien doen. Met je vader? Die dikke met dat zwarte haar. De voorste? Oh, die middelste. Ja. Van wie is die boot dan, van je vader? Nou, die kon je daar waarschijnlijk huren. Is dit je tante Nel? Huh? Is dit die tante Nel? Dit is die tante Nel, ja. Donker, denk ik. We komen door die lamp van binnen. Nou, eens kijken. Hier is je vader, die rechter? Nee, dat is een soort bootsman of te verhuur.